Dit is Papa Alpha 0, Echo Tango, Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 17 augustus 2016. Dat is het bulletin van woensdag. Vandaag is een morse en een SSTV plaatje in PD90, recent gemaakt door Michel PA3GXZ. Dat is een foto van de vuurtoren van Marken. Vandaag mogelijk een beetje een korte uitzending. Ja, het kan altijd toch langer uitpakken bij mij, maar ik heb vanwege spoedopdrachten vannacht grotendeels doorgewerkt. Ik heb wel iets geslapen, maar dat was in de verwachting dat ik vandaag overdag nog flink wat zou kunnen slapen. Maar op een half uurtje of zo na is dat dus niet gelukt. Ik heb echter wel wat nieuwsfeit. In Louisiana, in de VS, zijn vanwege overstromingen daar diverse noodnetten actief. Veel van het noodverkeer vindt er op de repeaters op 70 centimeter en 2 meter plaats. Er zijn op HF ook een paar noodnetten, maar die zitten op één na allemaal op banden waar we in Europa geen toegang toe hebben. Onder andere 7255 en 3873. Eén frequentie voor digitaal verkeer mogen we hier wel gebruiken, dat is 3595. Maar op die band lijkt storing daar in de VS niet erg waarschijnlijk. Let echter wel op dat het niet per ongeluk toch gebeurt. In Nijkerk is een vergunning uitgegeven voor de middengolfband voor 100 watt op 747 kHz. Het station dat nog niet in de lucht is, heet Different 747 AM. Ik denk dat je het in het Engels zegt. De gemeentegrens van Nijkerk ligt nog geen 12 kilometer bij mijn huis vandaan. Dus dat is met afstand de dichtstbijzijnde van de middengolfstations voor mij. In Veenendaal is er ook een nieuw 1-wattstation op 1485, zoals al die 1-wattstations. En verder nog geen details bekend. De nieuwste CQPA kan momenteel gratis van vrza.nl worden gedownload. De DARC meldt verschillende firsts op meerdere centimeterbanden tussen 5 en 10 augustus. Het ging om verschillende verbindingen op de banden 24, 47, 76 en 122 gigahertz in SSB over het water van de Oostzee vanuit Duitsland, Denemarken, Polen en Zweden. De meeste verbindingen gingen over afstanden van meer dan 100 kilometer. Meer hierover is te lezen op www.darc.de. Voor liefhebbers van de andere kant van het spectrum vond gisteren weer een uitzending van de Zweedse machinezender SAQ plaats. Het was volgens mij niet heel uitgebreid gepubliceerd, dus helaas zag ik het artikel te laat om het op tijd te melden. Ja, je weet het nooit, maar als het met de planning niet drastisch fout gaat, dan begin ik morgen met het afhandelen en uitleveren van de bestellingen voor de Daily Minutes t-shirts. Als je eerder daarvoor hebt opgegeven, dan stuur ik je een mailtje waarop je kunt aangeven of je nog steeds belangstelling hebt. Het heeft tenslotte even geduurd. De t-shirts zijn wit met zwarte opdrukken en kosten inclusief verzenden €14,95. Mocht het er inderdaad van komen dat de repeaters worden afgeschakeld, dan gaan de Daily Minutes in elk geval gewoon door. De uitzending is natuurlijk op verschillende plekken op internet te beluisteren en kan daarnaast ook op Echolink via PI1XTV-L beluisterd worden. Je kunt je daar dan voorlopig ook even inmelden. Daarnaast overweeg ik sterk om vanaf komend najaar de Daily Minutes opnieuw op de korte golf te gaan uitzenden met een flink signaal. Dat plan is er al langer, maar het kan door de ontwikkelingen versneld worden. Als het goed is, dan kan ik daar binnen anderhalf week in de lucht komen. Details hierover zijn natuurlijk ook altijd te lezen op www.pa0ete.nl. Het blijft echter natuurlijk vooral de bedoeling om via PI2NOS door te gaan. Thank you.
Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechtsboven aan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De nieuwsitems in de Daily Minutes worden volgens professionele journalistieke principes samengesteld, vergelijkbaar met zoals dat bij een vakblad op papier gebeurt of bij een krant.